Hey vriend, hier ben ik weer en ik ben een beetje hees, ik weet het. Maar ik heb vandaag voor jullie een beetje een praatvideo. Zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen zien, zit ik weer op mijn kot. Hier zit ik nu eigenlijk heel veel. Het is nu de tweede week dat ik hier eigenlijk zit, dat ik hier les heb. Al die dingen. En ja, ik wou jullie daar een beetje over vertellen en over hoe mijn ervaring is met het kot gaan. Ik wil hier ook wel, zeg maar, nog wat vaker video's over maken, zeg maar een dag in het leven van een student of zo. Als jullie dat graag willen zien, laat dan zeker een reactie achter. En een kottour ging ik ook nog doen, maar dat heb ik ook nog niet gedaan. Ik hoop trouwens dat je niet te veel van de rommel ziet, want ik heb niet echt opgeruimd, maar ja. Sorry trouwens dat ik zo hees ben. Maar ja, ik had zoiets van, ik wil toch een beetje mijn ervaring laten weten aan misschien iedereen die later op kot gaat, of iedereen die al op kot is geweest of op kot zit, dat jullie zeg maar een beetje ofwel te weten komen hoe het is, ofwel jullie erin kunnen herkennen of zo, weet ik niet. En ik wil ook wel wat Halloween dingen maken, even tussendoor, maar ik heb nu wel mijn GoPro, zeg maar, dus daarmee dat ik daar nu mee film. Maar mijn camera ligt nog thuis. Dus ik hoop dat ik die ook snel naar hier kan halen. Maar ja, dat was de afgelopen keren niet zo handig. Dus ja, en ik vind hiermee filmen wel leuk voor een praatvideo, omdat het dan een beetje anders is voor een vlog of zo, maar niet echt voor een tutorial of zo, weet je. Maar dus, hoe is het hier? Mijn eerste week was heel erg leuk. Kreeg ik toen ook ons rooster te zien. Oh, chill rooster. Oh, leuk, leuk. Toen heel veel gedaan, heel veel afgesproken met mensen. Niet zoveel slaap gehad. Daarmee mijn stem. Het is ook wel wat erger dan gisteren weer. Dus ik heb ook gisteren niet veel geslapen. Dus deze nacht niet veel geslapen. Maar ja. Dat hoort er ook allemaal bij, zeker bij zeg maar de eerste weken. Dus nu ook, nu plots vanaf deze week, hebben we allemaal gehoord dat we werkcolleges hebben. En dan is plots dat auto-chillen rooster toch wel wat meer opgevuld. En ik heb zeg maar al heel veel vrienden. Dus ik ben naar het onthaalweekend geweest. Sowieso een tip als je zeg maar een onthaalweekend of onthaaldagen van ofwel je faculteit of de studentenvereniging hebt. Ga er naartoe. Je hoeft geen lid te worden of zo, omdat je daar naartoe bent geweest. Of omdat je daar naartoe wilt gaan. Dat hoeft helemaal niet. En je leert heel veel leuke mensen kennen die jouw richting, of misschien niet jouw richting, maar waarmee je wel vaak in de klas zit. Of in de les. In de les. In de klas. Waarmee je misschien vaak in de les zit of zo. En ja, ik heb toen echt vijf leuke meiden leren kennen. Zes, als ik meetaal. Vijf hele leuke meiden leren kennen. En dan, ja, dus de maandag van de eerste les ook nog heel veel nieuwe mensen leren kennen. En dat is heel erg leuk. En ook als je, zeg maar, al met iemand bent, is het veel gemakkelijker om nieuwe vrienden te maken. Omdat, ja, mensen dan jou ook soms aanspreken. Zoals je alleen bent, is het soms moeilijker om die stap te maken om iemand anders aan te spreken. Maar ja, hè? Dat is allemaal heel erg handig. En dan, ja, de eerste week spreek je ook wat af. Maar nu met de werkcolleges heb je dan plots weer, moet je andere mensen leren kennen. Omdat dan de lessenroosters niet meer van iedereen hetzelfde zijn. Zeker als je in zo'n grote groep zit als van handelsingenieur, zeg maar. Want dan ben je met 300 man en dan heb je echt ook al zo 7 of 11 groepen of zo. Dus ja, dan heeft iedereen wel een ander rooster. En dat is niet altijd even fijn. Omdat je zeg maar daarvoor kon je zeggen van oké, we zijn allemaal klaar om 12:30. Of we hebben allemaal terug les om 14:00. En dat was veel gemakkelijker, want je kon veel meer veralgemenen. Je wist gewoon, oké, ik weet mijn rooster, dus ik weet jouw rooster. En nu is het wat moeilijker en dat is wat jammer, maar ja, ik bedoel, we live and we learn.
heeft er niks mee te maken, maar bon. Ja, nee, ik vind het hier heel erg leuk. Ik ben ook echt wel gewoon al thuis geworden op mijn kot. Ik heb gisteren ook heel wat mensen van mijn kot leren kennen. En het is ook heel erg leuk. Ik ben wel een beetje een kluizenaar en ik zit gewoon een beetje in mijn kot altijd. Maar zeg maar, als ik niet in de les zit of aan het eten ben, dan zit ik in mijn kot. Eigenlijk. Maar dat vind ik dan ook helemaal oké. En ja, dat is sowieso ook iets waar dat je zeg maar een beetje moet zien. Ja, het weekend gaat echt wel heel snel, heb ik door. Nu, natuurlijk bij mij is het nog erger, want zeg maar, ik heb niet gewoon een weekend dat ik thuis ben, maar ik heb zeg maar een heel schema van dan tot dan ben ik daar en dan van dan tot dan ben ik daar. Dus mijn weekend is zeg maar nog een keer opgesplitst. En ja, ik had ook door dat het heel erg snel gaat. En ik had dan zeg maar vorige week ook nog vrijdag geen les. Dus ja, dat ging wel heel erg snel. En ja, dat is nog een beetje wennen. Ik moet zeggen, echt actief missen is er nog niet. Maar ik heb het ook nog denk ik niet door dat ik zeg maar... Ja, sowieso. Nee, maar ik kan sowieso wel zonder mijn familie en zo, maar zonder mijn gezin. Maar zeg maar met mijn zus is dat wat moeilijker, zeg maar. Maar op dit moment heb ik nog geen problemen, dus ja, het komt goed. En ja, ik ben hier gewoon een beetje aan het babbelen en ik hoop dat het een beetje interessant was. Ik moet straks naar de les. Hey! En er zijn mensen die vandaag geen les hebben. Hey! Not me. Hey! Nee, maar dat is dus een beetje moeilijker omdat je zeg maar moet gaan afspreken. En mijn kot zit ook een beetje, ja, verder. Dus niemand wil ooit naar mijn kot komen. En dat is irritant. Plus, je moet zeg maar omhoog fietsen. En in Leuven is dat niet zo speciaal. Want zo goed als alles gaat omhoog. Of zijn wel heuveltjes of zo. Maar ja, het is niet zo gemakkelijk als iedereen aan de andere kant zit. En dan moet jij altijd weg. Maar komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Ja, sorry, ik heb echt niet echt een plot voor deze video. Het is een beetje spontaan, een beetje random. Ik had verwacht dat ik vandaag dus al een tutorial had kunnen opnemen. Maar toen had ik door... ik heb mijn camera niet. Dat is een beetje ook het kotleven. Want ik zit dus nu... heb ik even tijd. Maar voor de rest niet zo heel veel meer. En ik had zeg maar heel wat video's ingepland. Maar ja, nu plots beginnen die natuurlijk op te geraken. En ja, ik heb het ook door dat het moeilijker wordt om mijn schema echt zo te behouden. Ook gewoon omdat ik heel veel andere dingen aan het doen ben. En ik zit gewoon niet heel veel... Ja, of ik zit wel veel op kot, maar dan ben ik ook allemaal dingen aan het doen. En dan, ja, is het niet zo gemakkelijk om echt te zeggen van... Of, en ik had ook niet de druk heel erg door, dus ik had ook niet zo... Oh nee, ik ben ook... Rude. Ik ben ook gewoon niet heel veel bezig geweest met mijn YouTube-kanaal. Zeg maar, nu deze 2 weken. Ook gewoon omdat ik zeg maar heel veel... Ik heb lessen en ik moet er allemaal naartoe. En ik ben overal mee bezig. En ik heb dus niet echt veel tijd. En niet echt wel druk, omdat ik dus inderdaad al heel wat video's had voorgepland en ingepland. En alles gepland. En ja, dat is ook niet altijd even leuk, want dus nu voel ik die druk niet zoveel. Maar ik moet alweer gaan filmen. Nee, sowieso, ik vind het heel erg leuk. Ook het filmen, zeg maar. Hè. Maar ja, ik ga nog een keer zien. Ik hoop dat ik mijn schema kan behouden. Dat is toch zeker een doel. Ja, ik weet niet of ik... Want ik heb gezegd dat ik misschien het zou meer proberen doen. Maar ik denk toch dat het heel moeilijk wordt. Aangezien ik nu al, zeg maar... Ja, ik heb nu al niet zo heel veel tijd. Of ja, hou me te veel bezig met misschien verkeerde dingen. En dan heb ik zeg maar nu nog niet zoveel lessen te herhalen en zo en voor te bereiden. En dus ja, dat is nog een beetje... Ik ga nog zien. Ik hoop dat ik heel veel nog kan filmen en zo.
En ik denk dat eens dat mijn camera hier ook staat, dat ik waarschijnlijk die druk ook meer ga hebben, omdat natuurlijk dat is een groot gedrocht dat dan in mijn kamer staat telkens. Terwijl mijn GoPro, ik bedoel, dit. En dat zie je niet zoveel en dat geeft niet zo'n druk als zo'n gedrocht. Maar ja, dat was het dan. Ik hoop dat jullie toch een beetje genoten hebben van deze random, spontane babbelvideo. Dus ja, ik hoop dat ik telkens nog iedere week kan, zeg maar, dat ik nog telkens op woensdag om 9 uur kan uploaden. Maar het zou kunnen als ik zeg van ja, dit is echt moeilijk en niet echt haalbaar, dat ik er voor mezelf het wat losser maak en gewoon zeg 1 video per week. Maar ik weet niet ook niet of dat een goed idee is, omdat ik dan weet dat ik misschien minder druk daarvan krijg. Ik beloof nog niks, maar ik hoop gewoon op dit moment woensdag om 9 uur 's ochtends. In ieder geval, dat was het dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat mijn stem jullie niet te veel irriteren of zo. Mij wel, maar dat is allemaal oké. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Als het zo was, doe dan zeker een duimpje omhoog. Subscribe als je nog niet geabonneerd bent. Mooi, 2 talen in 1 zin. Mooi, mooi. Maar dan, ja, word je ook op de hoogte gehouden van... Word je ook op de hoogte gehouden van alle mijn nieuwe video's. En elke week 1, dat is vrij veel. Oké, misschien niet genoeg, maar toch, hè. En ja, dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video.